vandaag een luisteraar van ons jarig en wel een luisteraar van het eerste uur. Martin van Leeuwen, we gaan natuurlijk voor jou zingen. Lang zal het leven, lang zal het leven, lang zal het leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hij leven hoog, hij leven hoog, hij leven hoog, hij leven hoog. Ja hoog, ja hoog, hij leven hoog, hij leven hoog. Lang zal het leven, lang zal het leven, lang zal het leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hij leven hoog, hij leven hoog, hij leven hoog, hij leven hoog. Ja hoog, ja hoog, hij leven hoog, hij leven hoog. Martin van Leeuwen, van harte gefeliciteerd met je 38e verjaardag. 4 februari was een drukke dag op de verlosafdeling. Want ook Marco de Hollander is jarig vandaag. Ik kan je, dit is je verjaardag. Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij. Want de jarige ben jij, daarom ben ik ook zo blij. En zingen wij, hip hip hoera. Hey kan je, dit is je verjaardag. Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij. Met een welgemeende wens voor een heel bijzonder mens. En krijg jij je eigen liedje van mij. Martin van Leeuwen en Marco de Hollander, waar we zometeen ook nog een liedje van gaan draaien. Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardagen. En als ik een cadeautje zou mogen uitkiezen, dan zou ik om een slee vragen. Er komt een dik pak sneeuw aan, geloof ik. Het wordt een ouderwetse Hollandse winter. Het is inmiddels 9:09. Ik moet Martin van Leeuwen uit Nieuwegein feliciteren. Martin, goedenavond. Goedenavond, Lorenz. Ik ga eerst even voor jou zingen. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Martin van Leeuwen! Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria. Dankjewel. Hoera! Hiep de piep, hoera! Martin van Leeuwen! Dankjewel, man. Hoe oud ben jij geworden, Martin? 38 alweer. 38 jaar jong. Ach, dat is toch hartstikke jong nog, Martin. Zeker, man. En ik zat net te vertellen, want jij luistert al echt sinds het begin van Bingo FM. Jij was vroeger ook iemand die echt reclame maakte voor Bingo, hè? Je had een bepaalde vlog volgens mij, of een blog, en die hield je bij voor Bingo. Klopt dat? Weet je hoe dat heette? Nou, hoe heette dat, Martin? MSN Groups. Oh. En dat is Bingo FM. MSN Groups, Bingo FM. Oh, dat is echt wel weer terug naar die goede oude tijd. 2005, inderdaad, de start van Bingo. Oh, dus je zat op MSN namens Bingo FM. Ja, ik deed dat voor hun eigenlijk. Uit enthousiasme eigenlijk, omdat ik het wel leuk vond naar die piratentijd dat Bingo FM het Nederlandstalige lied een warm hart toedraagt. Ja, nou, en we zijn blij ook gewoon met mensen zoals jij, want zonder jou hoeven we het niet te doen. Hè. Dus ik ben ontzettend blij dat jij ook een van die diehards bent. Dat jij ook lekker gewoon blijft supporteren. Dat zonder meer. Het is ook leuk wat jullie doen. En natuurlijk altijd met die lekkere muziek. En ik moest ook lachen, want laatst zat ik op jouw YouTube-kanaal te kijken. En jij zet er nog wel eens dingen op als het fout gaat, hè, op Bingo FM. Oh, dat is het voice-bericht wat ingesproken wordt door een nieuwslezer vanuit de Utrecht. En die neemt het rauw op. Dus al die fouten worden die niet tussenuit geknipt op de Bingo FM-app.
Ja, klopt. De bulletins die we uitzenden op de radio, die worden automatisch ook geüpload op onze app. En dat betekent ook dat wat misgaat in de app ook misgaat op de radio. Oké, zodoende. Ja, dat dus. Hé, Martin, geniet nog even van je verjaardag, die laatste 50 minuten. Kan ik iets leuks voor jou draaien nog, omdat je jarig bent? Ik ga even denken, ik weet wel een leuk nummertje. Ja, eigenlijk, wat motten ze dan, hè, van Rick Hoogland? Wat motten ze dan? Wat motten ze dan? Die bedoel je? Ja, dat vind ik wel een lekkere aandraaier, hè, om het maar zo te noemen. Nou, ik ga nu voor je draaien. Geniet jij nog even lekker van je verjaardag? Hou het wel drink met maat, hè? Zeker weten, en er is sneeuw op komst. Ja, verschrikkelijk. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Sneeuw, bah, blech. Gelukkig hebben we dat nu niet vandaag. Nee, het zal wat zijn. We gaan verder met Rick Hoogland. Daar is hij dan. Dankjewel, Lorenz. Hey, graag gedaan. Fijne avond. Jij ook, hoi. Wat moeten ze dan? Kan de huur niet betalen, dus kom het behalen. Wat moeten ze dan? Wat we doen, we hebben zometeen natuurlijk weer het raadsel van Edwin Op de Kamp. En we hebben de bingo-schijf. Dat blijft altijd weer spannend. Hè? Ik heb toevallig net een appje gekregen van John Schaap. En die zei van, nou, dit is de bingo-schijf van vandaag. Ik weet het nu. En nog heel veel geduld, jij weet het zometeen ook. Maar eerst even het raadsel. Ik ga hem voorlezen aan je. Hoi Marleen, goedemiddag. Hier bij raadsel 87. Artiest, een tweeletterige groep. Een tweeletterige groep. Titel, wie is die rustige man? Dus artiest, een tweeletterige groep. Wat een rotwoord is dat, zeg. Letterige groep. En wie is die rustige man? Als jij het weet, marleen@bingofm.nl. Denk gezellig met me mee. Ik heb ergens een beetje een vermoeden. Twee letters en dan groep, band, BB band. Ik ga niet te veel zeggen. Ik hou voor nu eventjes mijn mond. Eerst maar eens even een verzoekje nog. Want Martin van Leeuwen, jij stuurt een berichtje naar de studio. En je zegt, nou, ik wil heel graag de Vormers horen met een ouderwetse Hollandse winter. Nou, die gaan we krijgen. Groetjes aan iedereen. Nou, bij deze, Martin. Ja, het schijnt wit en koud te worden. Voorzichtig, dat is wel belangrijk. Er kunnen lelijke dingen gebeuren dan. Het wordt een ouderwetse Hollandse winter. Wie zal het zeggen? Want alles komt zoals het komt. Ja, elke dag is weer een wonder. Zo zonder reden, vraag niet waarom. Het wordt een ouderwetse Hollandse winter. Met sneeuw op de ruit. Het wordt een ouderwetse Hollandse winter. Met vorst in de nacht, koek en sopie op de zand. Je kijkt me aan, ogen vol warmte. De vogels vragen om stukjes brood. Een wereld van wit porselein. En een gevoel bijna te groot. Het wordt een ouderwetse Hollandse winter. Met sneeuw op de ruiten voor de arreslee al buiten. Het wordt een ouderwetse Hollandse winter. Met vorst in de nacht, koek en sopie op de grond. En zo op de dag.
met z'n allen. Gezelligheid hier op Bingo FM. Het raadsel van Edwin. Ik ga hem er eens even bij pakken. Een tweeletterige groep. Ik ben blij dat ik het zo meteen niet meer hoef te zeggen. Want dit is echt een tongbreker. Een tweeletterige groep. Titel, wie is die rustige man? Nu kreeg ik van Rob van Essen een berichtje. En ik dacht er zelf ook al aan. Maar Rob, jij zegt het is een gokje. Maar ik vermoed de BB-band. Of de BB-band, hoe net hoe je het wil uitspreken. Met Stille Willy. En ik denk hetzelfde. En ik denk dat het goed is. Althans, ik hoop het. Zal dit het antwoord zijn op het raadsel van Edwin op de kamp? Rob, laten we het hopen. Zullen we gaan kijken? Altijd weer spannend dit, hè? Altijd een spannend moment weer. Een tweeletterige groep is tweeletterig, is BB. Groep is band, is BB-band. Yes, hebbes. Titel, wie is die rustige man? Stille Willy. We hebben hem goed. Dankjewel weer, Edwin, voor je originele raadsel. Fijn dat hij niet zo moeilijk was vandaag. Dus we hebben hem geraden. Dat voelt toch wel weer even goed voor, voor mijn ego. Ja, maar met dank aan Rob, hè. Want zonder Rob had ik het ook niet misschien een beetje gered. Maar die bevestiging was heel fijn. Daar gingen ze. Kom aan, Sava van de Shorts van lang geleden. Dag, jongens. Nou, we hebben nog een klein beetje ruimte en we draaien wat winterplaatjes. Even kijken, Martin van Leeuwen die vroeg om de makkers met wintertijd. Nou, dat kan, dat gaan we doen. Het is grauw en het wordt al donker in de stad. Witte takjes aan de bomen, onder mooi om van te dromen. De zomerzon, die hebben wij alweer gehad. Het is wintertijd, uit de lucht valt een wit tapijt. Het is wintertijd, maak nou een sneeuwpop, anders krijg je spijt. Sneeuwpop, want dan blijf je staan. Een arre slee rijdt door de straten. Geliefde mensen staan te praten. Gouden sterren staan te stralen in de huizen vol met mensen, met hun eerste nieuwjaarswensen. De koleman is uit de zorgen met een zucht. Het is wintertijd, uit de lucht valt een wit tapijt. Het is wintertijd, maak nou een sneeuwpop, anders krijg je spijt.
speciaal voor Martin van Leeuwen. Nou, alsjeblieft. Dan met